Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door TCA. Deze week in Dit is mijn club. Kale en Kokkie loeren naar de Ajax-vrouwen. Wang, de eerste Chinese Ajaxiet. Maar nu eerst Ajax en een paar schotten bij het Nederlands elftal. Ja, prachtig natuurlijk. Een beetje onwerkelijk ook. Ja, hè? Ongelooflijk, hè? Ja. Maar gewoon even gewoon genieten. En we zullen wel zien. Heeft u er thuis veel over gehad met u? Nou ja, kom, het is wel even onderwerp van gesprek natuurlijk. Maar, ja. We blijven er gewoon normaal onder, hoor. En, er zijn ook nog andere dingen. Ik heb nog een zoon. Dus, voor mij is het natuurlijk te snel gegaan. Ik had niet verwacht dat ik 3 weken geleden hier zou staan. Het is echt op aardig. Dat is wel niet. Maar die nuchterheid van Joël, komt dat van u vandaan? Ja, nou, mijn vrouw is ook nuchter. We zijn allebei nuchter. Ja. Laat ze niet zo gaan geven. Maar het is natuurlijk, ja, het is fantastisch. Hartstikke leuk. Zeker als je ziet waar die vandaan komt. En, het gaat heel snel. Dus ook die hele discussie eromheen. Maar het is gewoon leuk. Maar hoe ervaart u dat? Al die media-aandacht rondom u zo? Ja, ik vind het allemaal af en toe wel erg opgeblazen. Maar ja, dat hoort er blijkbaar bij. En, ja. Ik zijn er ook wel een beetje aan gewend. Maar er zijn nog meer belangrijke dingen in het leven. Dus, maar het is wel heel leuk. Is hij zenuwachtig? Nee, ik merk het niet aan hem, maar dat merk ik eigenlijk nooit aan hem. Hij is vrij cool, emotieloos. Dus, maar hij zal eens wel wat meer gespannen zijn dan een normale dag. Ja. Het gaat wel snel, hè? Het gaat heel snel. Huh? Uw zoon is straks in oranje. Nou, dat zien we straks nog wel weer. We gaan nog maar zien. Ken je veel van eigenlijk in deze club? Of alleen de Ajax-ieder? Nee, het is natuurlijk niet. Vooral de competitie rondom Van de Vaart. Noem ze allemaal op, die volgt allemaal. En... Ik bedoel het een beetje persoonlijk hebben. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, ik weet er al van de Vaart dat het zelfs zoals ik gezeten. Dat is wel leuk, dus ik ga zo meteen vragen welke leraar hij heeft gehad. Joël Veldman, wat weet je van hem als voetballer? Ja, niet heel veel. Ik heb 1 of 2 keer gezien en een hele goede indruk gemaakt. Ja. Weet je wat je met hem gemeen hebt? Ja, voor mij, hij komt er ook uit de buurt bij mij, of niet? Ja. Zelfde school? Ja, zelfde school nog niet. Oh, dat wist ik niet. Kijk, talenten daar. Veel succes, hè? Dankjewel. Nee, nog steeds niet. Ja, dat is in de zon.
Hoe raar is het dan dat je nu samen met Lens de enige bent die... Ja, dankjewel. Point for two. Kun je er Rangers man mee? Wat is mean man, hè? Ja, wie mensen nou? Echt? Het cheert me op, mate. What are you going to do with those pictures? I'm going to send them to all my Celtic friends in Facebook. That's what I'm going to do. And why? Why? You are not a Celtic fan? No, I'm a Rangers fan. And I'm over the moon that I met the guy. It's made my day. Get a couple. One more. Right. Go back a bit, Robbie. It's on, Jimmy. Well. Get one with me. Why are you so happy with him? Just because I know he put a good effort in against Celtic and get them a good defeat. But they need sometimes over here causing trouble, you know what I mean? Now they've got banners asking to free them for the jails. Keep them in the jails for as long as they can. Hij is de eerste Chinese voetballer ooit bij Ajax. Chen Kuai Wang. Op 1 september van dit jaar tekende hij een contract voor 2 jaar. De 18-jarige Chinees is een aanvallende middenvelder en door een tip van een oud trainer van Ajax mocht hij stage lopen in Amsterdam. Het is door Tang Kate de toezien en ik ben hier stage. Ze vonden het heel goed, dus ik ben hier blijven. Natuurlijk heel erg leuk. En Ajax is een geschiedenis en geweldige club. En hier is Wang voetbalt bij Jong Ajax en afgelopen maandag heeft de Chinese middenvelder zijn debuut gemaakt voor de belofte. En dat is ook in China niet onopgemerkt gebleven. Ik ben heel blij om Ajax-wedstrijden te spelen. De eerste keer was een beetje onzeker en ik heb het niet goed gedaan. Ik denk dat ik in de toekomst ga trainen en ik ga mezelf snel verbeteren. 还算是一个有点卖点的新闻吧，还可以吧。有部分球迷会很开心，我能够代表Ajax比赛吧，但是啊，还需要努力吧。 Praat je eigenlijk een beetje Nederlands? Kan je al een paar woorden? 你能说一点荷兰？ Beetje Nederlands. Maar zo snel al? Ja. Dat voor jou? Nee. Maar welke woordjes kan je allemaal? Welke woord? Niet. Lekker. Ik vind jouw look van mijn hart gezien. Lekker. Weer niet goed. Niet gek voor een Chinees die dus pas 2 maanden in Nederland is. Wang woont bij een gastgezin in Almere. Hoewel hij het wel naar zijn zin heeft in Nederland, heeft Wang ook last van heimwee. 在遇到困难的时候吧，然后比如说有的时候食物吃的不太习惯啊，会比较想念中国食物。然后有的时候训练啊，然后因为语言不通和球队的沟通也不是很好，所以说有的时候就会很想念中国的家人啊、朋友啊，想念以前生活的日子。不过这里也很好，大家都很照顾我吧。Zijn doel is spelen in de arena en niet met Jong Ajax, maar met Ajax 1. I hope next year. Yeah. Thank you. Nou, even eerlijk, heb jij hier nou iets mee? Even los van het feit hoe het eruit ziet. Maar... Ik zou je zeggen, ik ben nog niet 1 keer geweest kijken. Dat is niet zozeer mijn ding. Ik kijk liever bij de jeugd of bij het eerste of weet ik veel wat. Al is de tijd dat het allemaal paarden waren, is wel voorbij. Ja. Als je zo kijkt, dan... Zit er toch wel wat tussen wat je niet wegstuurt. Gaan jullie allemaal nog individueel even voorstellen ook, of niet? Als je dat wil. Eigenlijk willen we dat wel even. Na de training. Na de training? Is goed. We hebben beloofd dat we een beetje aandacht die jullie zouden geven. Maar ja, weet je, ik kom niet verder als 2 en dan houdt het op. Echt een drama. Verder? Dan 2 namen. Erg, hè? Ja, hoi. Anouk? Dan kan je vandaag voor Florian. Lorenz Kaler eigenlijk, maar goed. Nee, dat, onthouden, dat kan ik. Claudia, kan ik onthouden? Ja. En hoe nog meer? Van den Heiligenberg. Van den Heiligenberg. Ja. Ja, dat onthoud ik wel, denk ik. Ja, ken je er in elk geval 3? Schiet op de. Ja, dat gaat nu opschieten. Hi, Kaler. Hi. Hoe heet je? Kelly Zeeman. Kelly Zeeman. Dat zijn er al 4. We schieten lekker op. Weet je nog hoe ze heten nu? Die ene heet Kelly, die andere ben ik alweer kwijt.
Heilige been, heilige berg. Lekker een beetje. Ik vind het wel wat heet met een vrouw kiksen. Ik moet je zeggen, ik heb één wedstrijd vast gezien, daar ben ik heel eerlijk in. Ik was nog niet echt onder de indruk, hoor. Nee, nee, maar heel Amsterdam is multiculti, maar je ziet mijn bruin in dat hele elftal. Valt jou een beetje tegen? Ja, dat valt mij een beetje tegen, ja. De Bijlmer die zit 500 meter hierachter. Daar is alles bruin en hier is in één keer alles wit. Nog maar een keer. Hop. 1, 2 en tik. Goed zo. Als ik naar die trainer zou zijn, zou ik weer in de andere hoek schieten. Veel leuker. Als ik die trainer was, dan ging ik naar Overmars. En dan zei ik dat het tijd werd voor een lekker negerinnetje. En dan lekker liggen tinten ertussen in je team. Ajax moet kleur hebben, man. Argentijntje of een Braziliaantje of iets aan Uruguay. Het is er mis mee. We hebben toch geld zetten of niet? Als we geen transfer zouden halen bij de eerste, bij de mannen, dan doen we het toch bij de vrouwen. Weet jij dat zelf welke plek jullie staan nu in die benen liggen? Achtste toch? Zeven. Hier, zie je? Zet er toch vlakbij. Wat zeg je? 6.8. Op 20. Ja. Wat moeten die meiden doen, zeg maar, dat jullie daar wedstrijd van gaan kijken? Oh, misschien een oudere zus een keer meenemen. Want dit is me toch allemaal net even te jong, denk ik. Kijk. Oeh, die pakt ze goed. Ja, heel leuk. Hoi. Kale, dat is Kokkie. Hoi. Kokkie. Hoi. Hey, goedemiddag. Goed, kijk, daar wordt het pas gezellig. Goedemiddag. Hoi, Kale. Kijken jullie nooit naar ons? Jawel, altijd. Maar leuk dat jullie er zijn. Speciaal voor jullie. En hoe vonden jullie het? Ik vind het indrukwekkend, echt waar. En dan is het positief te doen. De bad laten vollopen, nu niet. Ja, ik wil op de gang. Het bed kan vol. En niet zoveel zeep, hè, dit keer. Nee. Niet zonder zeep. Zonder schaam, zonder schaam, zonder schaam. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door TCA.